Sugarboy in the Sinners, deel 2 is het. Jullie hebben in begin januari of februari, ik moet er even om liegen, bij ons gespeeld in Bluesmoose Café. En de afspraak was, als jullie de challenges erop hebben zitten, dan doen we het interview om te kijken hoe de ervaring is. Maar het gaat snel. Sugarboy in the Sinners, ze zitten hier bij me. Boy, Ronnie en Vincent. Vorig jaar challenge meegedaan. Verrassend gewonnen. En toen is het losgebarsten. Want overal waar een goed festival is, spelen de Sugarboy in the Sinners. Hoe is dat? Laten we eerst teruggaan de challenge. Hoe het was om die te winnen. Ja, ook voor ons wel een verrassing, denk ik, uiteindelijk. We dachten toch, ja, de Veldman Brothers bijvoorbeeld speelden daar natuurlijk ook. En een paar jaar andere acts die al veel langer bezig zijn dan wij eigenlijk. Dus ja, we zijn daar een beetje op goed geluk heen gegaan. Natuurlijk wel gewoon om serieus te laten zien wat wij doen en wat we kunnen. Dat wel, maar ja, we hadden niet per se op de... Ja, met winnen ben je niet zo bezig eigenlijk, toch? Eigenlijk nog een jaartje willen sterker, wachten zelfs. Ja, ja, sterker nog, we wilden eigenlijk niet eens meedoen. Nee? Nee, we hebben... Nou, dat is een overdreven uitdrukking, maar... We zijn op het laatste moment volgens mij ingestapt. En het was puur de reden... Ja, we werden een beetje aangemoedigd van bepaalde kanten. Ja, zeg maar. Van jongens, ga lekker mee. Wat heeft je geen winnaar daar hier gebracht? Uiteindelijk Amerika hebben jullie mogen spelen in Memphis en daarna nog in Toulouse. Hoe was die ervaring? Laten we eerst maar eens beginnen met Amerika. Ja, voor mij, ik weet niet of ik ook voor jullie spreek, maar als muzikant wel, was Memphis wel het leukste wat we hebben meegemaakt. Ja. Om op Bill Street te spelen, we hebben daar 9 optredens gedaan in 4 dagen. Blue City, ja, het was af en toe wel... Bijvoorbeeld, dan zaten we nog de jam sessie te leiden in het Blue City Café om 3-4 uur s'nachts. En 11 uur 's ochtends deden we een soort lokale tv-omloop. Het was wel een soort... Om 6 uur zaten we nog bij Denny's. Ja, dat ja, ja, ja. Dan kun je dag en nacht ontbijten, hè? Ja, dat was top. Ja, dat was het mooiste, volgens mij wel een van de mooiste dingen tot nu toe. Heb je er muzikaal iets van opgestoken? Zijn jullie er beter van geworden? Nou ja, er lopen ontzettend veel goede muzikanten rond natuurlijk, maar het is vooral een hele leuke mogelijkheid. Je hoort natuurlijk heel veel van Amerika, daar komt vandaan, daar gebeurt het allemaal. Maar in die weken heb je eigenlijk echt een mogelijkheid om heel erg te meten met wat daar is. En dat was wel heel erg leuk. Ik heb ook niet het idee dat we zijn, door heel veel mensen zijn weggeblazen of zo, zoals dat dan heet. Nee, het was juist meer dat mensen onwijs enthousiast waren, dus ik denk wat... Het belangrijkste daar wat is daar is gebeurd, is dat je ook een stukje zelfvertrouwen gekregen als band. Ja, zeker. Want het Amerikaanse publiek zelf, die was echt super enthousiast. Nou zijn het wel Amerikanen, hè? Maar, ja, die zijn maar vrouw, we zagen gewoon op een gegeven moment dat er gewoon echt een bepaalde groep mensen, die kwamen gewoon continu naar ons kijken. Dat was, want van die followers, hè? Echte followers op Bill Street. Ja, dat was wel heel bijzonder. Handtekeningen uitdelen op straat. Foto's. Ja. Extra brilcreme ingeslagen natuurlijk. Ja, ook dat, ja. Hey, en dan Toulouse? Dat is toch iets anders in Europa? Ja, een heel ander verhaal. Heel goed geregeld wel, heel profi opgezet. Ja. Hele grote tent. Mooie club. Ja, heel profi. En qua boeking natuurlijk voor een Europese band wat interessanter. We hebben in Amerika ook wel aanbiedingen gehad, maar ja, dat is dan... voor bedrag A in San Francisco en 2 maanden later voor bedrag Florida. B in Florida. Ja. Het is geen tour. Nee, dat schiet natuurlijk niet op. Maar Toulouse is natuurlijk, daar liepen Europese boekers rond. We gaan nu naar Sicilië van de zomer. Via eigenlijk contact wat we daar hebben opgedaan. We hebben veel Noren gesproken, van Notodden in ieder geval. Die zijn wel, was geïnteresseerd. Even afwachten. Maar ook, Engeland was echt serieus geïnteresseerd. Die boeken. Toulouse. Toulouse zelf en nog een aantal andere dingen in Frankrijk. Dus er gaan nog wat leuke dingen uitkomen. Ja. Zouden jullie daar je beroep van willen maken? Ik weet dat een aantal hebben nog een normale daytime job. Ja. Zouden jullie dat willen in de muziek? Ja, ik heb een vader die 30, 40 jaar af en aan professioneel, semi-professioneel is geweest. Dus ik heb in ieder geval gedeeltelijk een voorbeeld van hoe je dat... al dan wel niet aan zou moeten pakken. Try and error heeft hij al gehad natuurlijk. Ja, ik heb wel wat tips gehad. Maar het is een moeilijk verhaal natuurlijk, blues in Nederland en in Europa. Maar het is toch wel iets waar je voor werkt of waar je naar streeft, denk ik. Het is natuurlijk niks mooiers dan daar de hele tijd mee bezig te kunnen zijn met wat je het liefste doet. Dat geldt een beetje voor iedereen hier in Nederland. Het lastige is inderdaad van... het financiële plaatje natuurlijk.
Dus volgens mij werkt iedereen er wel een beetje bij. Maar als je het kan handelen door het een soort te verdelen, een combi te vinden en je kan 4 dagen spelen of zo en 2 dagen of 3 dagen werken. Steeds minder werken. Ja, of steeds minder werken. Ja, als je die stap kan nemen, dan nemen we hem allemaal, denk ik. Joe Storgood, die zei hij, ik ben met de muziek begonnen dat ik dacht dat ik niet hoefde te werken. En nou werk ik ongeveer 20 uur in de dag als ik op moet treden. Ja, maar het is werk wat ik graag doe, zei hij. Dus dan maakt het allemaal niet uit. Ja, dat is een verhaal natuurlijk. Op zich is het knap, want jullie hebben nog steeds geen cd uitgebracht. Dus dat is een knapper eraan. En een band die zo door kan breken. Zoals ik al zei, ieder groot festival is er. Wanneer is die in de maak, jongens? Hij is sowieso in de maak. In die zin dat we natuurlijk altijd er wel een soort van mee bezig zijn. Ook qua nummers. En we hebben vooral door het vele spelen behoorlijk wat vertraging. Deze zomer hebben we een ontzettend druk festivalseizoen. Dus heel veel tijd die we normaal ook in de cd hadden gestopt, die hebben we eigenlijk een soort van niet. 3 keer uitgesteld of zo. En ook met de studio hebben we constant... weer nieuwe data. Ik zag gisteren nog een mailtje binnenkomen met een hele lijst met nieuwe data. Nou, die moet dan nieuw weer besproken worden. En het plan is om het in ieder geval eind september gaan we zeker weer opnemen. Ja. De nummers die liggen er wel. Ja, dan moeten er voor mijn gevoel nog wel een stuk of 5 bij of zo. Om het een beetje zeker te zetten. Maar je merkt nu al dat de toeren te kosten gaat van een stuk creativiteit wie er anders. Ja. Of tijd die er anders in had willen steken. Ja, zeker. Ja, dat is jammer. Kost allemaal een hoop tijd. En hè, wat je zegt, je zit daarnaast ook nog door de week met een baan. En dan heb je het hele weekend gespeeld. En dan is het ook wel eens lekker om eventjes thuis even te zitten. Ja, maar meestal is je privé-tijd, die stop je toch weer in de band. S'avonds en zo. Je moet alles moet geregeld worden. Ja, jongens hebben het geweldig. Ja, als ik zie de festivals in België, Peer. Een droomfestival om daar hem te mogen openen. Wat ga je dan doen? Ga je dat dan afzeggen omdat je een cd'tje wil opnemen? Nee, dat is spelen. Lekker spelen. Ja. Nee, dat moet gespeeld worden, zeker. Ja. Dus wat kunnen jullie zeggen aan een band in Nederland die aan die Blues Challenge mee wil doen? Ja, zo, om te beginnen doen natuurlijk. Want dat Memphis, dat is wel echt heel gaaf hoor. Dat, ik zou het zo, ik mis het eigenlijk wel soms wel eens, weet je wel. Want we hebben redelijk veel contact met bands die we daar ontmoet hebben. Omdat we die jam sessies toen hosten. Dus bij ons was dat elke avond dat we lekker vol, weet je, met de muzikanten en zo. Daar hebben we regelmatig nog contact mee op Facebook en zo. En dan mis je dat, weet je. Dan mis je die gasten ook. En, zij kwamen de Noor weer tegen in Toulouse. Ja, die kwamen er tegen. Die deden ook in Toulouse. We hebben gewoon vriendjes gemaakt daar. Ja, wel leuke gasten. Ja. Hey, over jullie stijl van muziek, jullie zitten toch een beetje op het kruispunt van rockabilly en blues. Dat is ook waar jullie alle vier de voorkeur ligt en blijft liggen? Ja. Verandert die al een beetje? Sinds het begin eigenlijk niet zoveel veranderd, maar ja, wat wij doen, dat is eigenlijk een soort, dat grijpt terug op dingen die je in Nederland niet meer zoveel hoort, dus die ook niet... In Amerika ook minder, maar die dus niet altijd als pure blues worden aangemerkt. Terwijl in zijn essentie is het eigenlijk heel... tenminste, dat vinden wij wel eens verbaast ons wel eens. Dat wij voor ons gevoel eigenlijk hele classic stuff spelen. En dat er dan wel eens wordt gereageerd van... Is dat nog wel blues of is een mix? Ja, of is het een mix of zo. Maar volgens mij was het vroeger ook al een soort mix, maar goed. Dus het is helemaal niet zo bijzonder wat wij doen. Het enige wat Finn speelt de contrabas, weet je. Dus het wordt al gauw in zo'n rockabilly hoek. Als je dan ook nog Dapper Dan in je haar stopt, dan ben je helemaal... Ik kon de eerste keer dat ik jullie hoorde, de Paladins, die vergelijking, die kon ik niet loslaten. Die ligt er heel duidelijk op. Dat is ook wel een gekke band even die daarom doen natuurlijk. Ja. Ook gewoon een mooie mix. Ja. Die hebben ook een hele vette stijl, ja. Zeker weten. Ja, ik heb Dave Gonzalez wel eens een half uur alleen maar Stevie Ray Vaughan blues horen spelen. Ja, en dat doet hij als zijn beste. Ja, die speelt ook niet alleen maar rockabilly of zo. Ja, kan invloeden de T-Birds natuurlijk. Die hebben ook een tijdje met Preston Hubert in die op de dubbelbees. Dus en afgewisseld met... Daar komt een beetje dat dubbelbees verhaal vandaan, weet je wel. Die sound die vinden wij gewoon te gek. Dus, maar ik weet niet of dat straks op die cd wel... Ik weet niet. Elektrisch spelen. Ja, misschien wordt het wel iets heel anders. Oh.
Jongens, ik ga het afronden. Wij maken er een mooie uitzending van met de live-opnames die van jullie gemaakt hebben. Die staan al een tijdje op internet, op YouTube, maar we maken er nou ook een mooie radio-uitzending. Bedankt, maak er een geweldig feestje van vandaag. Ja. En bedank ik met jullie. Super, okay, jullie ook bedankt. Ja, bedankt voor de tijd. Zeker. Ja. Een laatste wat ik...